En welkom bij een nieuwe video. Vandaag een wat ik op een dag eet video. Ik begin de ochtend met een pre-breakfast snack. Want ik heb kinderen en ja, dan neem ik altijd even iets snel heel vlug. En daarna ga ik over naar mijn tweede ontbijt zodra de kinderen naar school zijn en zo. En mijn tweede ontbijt bestaat uit havermout vandaag, zoals je ziet. Een geprakte banaan, chiazaad en ik heb een kopje sojamelk met water gemengd. Met mijn havermout. Ik heb 100 gram havermout gepakt en ja, gewoon een heel klein beetje chiazaad. Moet je maar even een beetje op gevoel doen hoeveel je zelf wil. Geprakte banaan een halve en die doe ik er ook gewoon zo bij. Daarna heb ik nog de sojamelk slash water wat ik erbij doe. En het wordt echt super romig daardoor. En vooral in de winter vind ik dit echt een super lekker ontbijtje. Want het is lekker warm, lekker cozy en je kan het een beetje stylen zoals je het zelf wil. Ik heb het voor vandaag gewoon plain gelaten. Hier, zoals je ziet, heb ik de speculaaskruiden. Daar zit een beetje anijs in en de kaneel. Vandaag heb ik voor kaneel gekozen, omdat ik kaneel gewoon echt super lekker vind ruiken. En ik vind het zelf ook super lekker. Die andere is ook lekker, want daar zit een beetje anijs in. Maar ik had vandaag gewoon zin in kaneel. Dus ik ben voor de kaneel gegaan. En dan is het tijd om lekker alles gewoon op te eten en lekker ervan te genieten. Ik sta meestal niet zo te eten hoor. Ik ga gewoon zitten. Maar ik dacht voor de video is wel even leuk dat je ziet wat ik eet. En een theetje met wat gember erbij. Verse gember en groene thee van Clipper. Beste thee ever. Ik gebruik altijd die thee. Ik ben echt nummer 1 fan van hun. En nee, ik word niet gesponsord door hun. Vooral met verse gember erbij. Lekker rustgevend. Of als je gewoon lekker chill wil zijn. Tijd om te gaan snacken. Ja, en ik snack meestal druiven. En het liefst bevroren druiven. Ja, ik hou daar gewoon van. Ik weet niet, ik vind het gewoon heerlijk. In de zomer ben ik helemaal verslaafd eraan. Maar nu spoel ik ze wel af met warm water. En samen met mijn Tony Chocoloni. Ik hou van deze chocola. Ik vind het zo lekker. 'S Avonds neem ik ook een brok met thee erbij. Maar nu doe ik het met mijn druiven erbij. En ik zeg je, het is echt super lekker. En sowieso druif vind ik altijd lekker om te snacken. Vooral in de avond, in de middag, maar niet uit. Druiven zijn altijd goed. We eten pasta voor lunch. Ik hou van pasta en ik vind dat het ook in een verantwoord dieet kan. Sorry. Voor degenen die het niet met me eens zijn. Maar ik vind dat pasta overal bij past. En ik hou van pasta. Dus lunch pasta. Met spinazie en met cherry tomaatjes. Ik vind cherry tomaatjes echt super lekker. Alleen als ze wel al gekookt zijn of iets. Dus zo rauw eten ben ik niet zo heel erg fan van. Maar als ze gekookt zijn of echt ergens doorheen in de pasta. Dan vind ik ze echt super lekker. Allereerst ga ik mijn knoflook helemaal fijn snijden. Ja, knoflook, dat maakt het gewoon lekker op smaak. En het is echt een must in je eten, vind ik. En maak ik hem zo fijn mogelijk, want ik hou niet van als je grove stukken erin hebt zitten. En zoals je ziet doe ik water in de pan. Dus geen olie, maar water in de pan. Waarom doe ik dat? Dan bespaart gewoon op je calorieën. Dus dan heb je wat minder calorieëninname. Het doe ik niet altijd hoor, maar ik vind het in de combinatie met de cherry tomaatjes vind ik het echt super lekker. Want ik prik er dan gaatjes in. En als het dan op de pan staat, dan komt dat knoflooksmaakje helemaal in je tomaatje. En dat vind ik echt super, super lekker. Met nog een beetje zout erop. Dus zoals je hier kan zien, dan borrelt het al een beetje. En dan doe ik de spinazie nog erbij en die laat ik dan slinken. En als dat geslinkt is, doe ik de pasta afgieten. En de pasta doe ik als laatst nog even meebakken. En dan ziet het er zo uit. En ik heb best wel een vol bord. Ik had ook moeite met het opeten. Ik heb niet alles zelf op kunnen eten. Ik heb het gedeeld met Memphis, want ik zat best wel vol. En erop doe ik altijd nog even wat olijfolie en zo zonnebloempitten. Ja, zonnebloempitten kan je ook roosteren, is ook heel lekker. Maar ik heb het gewoon even zo erop gedaan. En je kan alle kanten hiermee op. Je kan er ook een uitje doorheen bakken, wat je lekker vindt. Maar ik vind hem zo lekker. Lekker makkelijk en easy. En een volwaardige lunch, zo moet ik het zelf zeggen. Oh ja, en niet meteen een hap nemen. Het is heet namelijk. Silly me. Voor avondeten hebben we kip. En we hebben vegan kip.
En het is heel lekker als je dat lekker marineert. Om het zo te eten vind ik het niet lekker, maar gemarineerd vind ik het echt super lekker. En wat heb je nodig voor de marinade? Is 1 citroen, ketchup manis, super lekker. Sesamolie, dus je hoeft daarna geen olie meer in de pan te doen. Gembersiroop, ook super lekker. En last but not least, honing. Nou, dat ga je allemaal toevoegen aan de kip. Ik meet het altijd wel even af. Dus ik doe 1 eetlepel honing, 1 eetlepel gembersiroop en 2 eetlepels ketchup manis. Daarna doe ik vervolgens 2 eetlepels sesamolie. En dat meng ik en hussel ik eerst even door elkaar. En als ik dat door elkaar heb gehusseld, dan ga ik pas de citroensap erbij doen. En de citroensap doe ik gewoon uit mijn hand fijn knijpen. Alleen je moet wel opletten dat de pitjes niet erin vallen. Ik heb rijst opgezet voor de jongens. En voor mezelf dacht ik, ik ga een salade erbij maken. Omdat ik in de middag al best wel veel had gegeten. En ook best wel heftig had gegeten. Dus een pasta dacht ik, ik ga het nu op de greens houden. Dus ik heb hier mijn salade. Dat heb ik allemaal gewoon gesneden, gewassen. En in een kom gegooid. Heel makkelijk. En ik vond nog een komkommer in mijn kast. Dus in mijn koelkast. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik doe die komkommer er ook nog maar even bij. Heb ik nog meer groen om aan mijn dieet toe te voegen. Of aan mijn eten toe te voegen. En dat doe ik ook bij de kom. Gewoon hup, zo erin. De nootjes ga ik even roosteren en dan heb ik nog saus over en je kan ook groepoek erbij eten wat je wilt. Hier hussel ik alles even bij elkaar en dit is dan het eindresultaat en dit is dan mijn eten voor vanavond. Super lekker en de jongens vinden het ook echt super lekker. En in de avond kan je dan gewoon een yoghurtje eten met appel of wat voor fruit je zelf ook lekker vindt. Ik had voor appel gekozen. Dit was alweer het einde van mijn video. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door op mijn hoofd te klikken die je in beeld ziet. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Doei doei!